52 weken duurzaam. We gaan het gewoon doen. Daar gaat hij dan. De uitdaging van week 1. Onze uitdaging voor week 1 heeft alles te maken met kerst en oud en nieuw. Want voor het vieren van die fijne feestdagen met hopelijk je familie of vrienden... zul je waarschijnlijk heel wat voorraden in huis hebben gehaald. En puilen jouw kastjes, koelkast, vriezer waarschijnlijk heel erg uit. Hoogste tijd om alle restjes op te maken, want weggooien is zonde. En misschien hoef je zelfs geen boodschappen te doen deze week. Nou, vertel eens, Ivo. Dit is jouw koelkast? Dit is mijn koelkast, maar dit is wel mijn zakelijke koelkast. Ja, tot nu toe ben ik gewoon gewend om elke dag gewoon te bedenken wat ik ga eten. Dan loop ik even naar de supermarkt hier op de hoek. Dat is eigenlijk mijn koelkast. En dan daarmee ga ik dan koken. En dat is dan weer op. Ik ga wel even kijken wat er allemaal in mijn vriezer zit. En daar wat omheen bedenken. Want er zijn allemaal van die halve porties. Ik zie dat je het hebt georganiseerd op alfabet. Nee, het is ook echt wel heel erg toe aan eens een keer opruimen. Want het wordt er allemaal bij gepropt. Nou, een tikkie minder eten mag best. En bij ons is de situatie echt zo dat er heel erg hard geruimd moet worden. Mijn ijskast, vriezer en voorraadkast puilen uit. Dus ik ga de potjes van achteren halen naar voren. Zodat de data wat duidelijker zijn die op moeten. En ik ga gewoon proberen de hele tijd te koken met wat er is. En volgens mij hou ik het daar makkelijk een week mee uit. Misschien een beetje vers erbij halen. Nou, ik heb wel zin in een grote uitdaging. Ik ga echt proberen een hele week geen boodschappen te doen. Ik ga mijn vrouw en twee kinderen meenemen. Creatiever koken. Ik ga zeker bij de buren langs als ik iets mis. Want ik heb ook zin om hun te overtuigen om mee te doen. Ik ga de vriezer ontdooien als die bijna leeg is. Dat is al heel lang geleden. Er zit nu heel veel ijs in. Ja, dat is een goeie. Want wist je dat een laagje van 2 mm extra ijs al 10% meer energieverbruik geeft? Denk aan een wentelteefjes of een soepje. Oliebollentaart of een lekkere salade. Of een hartige taart. Beetje kaas eroverheen, altijd goed. Ja, en ik denk dat als mijn brood op is, dan ga ik gewoon pannenkoeken bakken voor de kinderen. Vinden ze ook leuk. Er is echt zoveel te doen met restjes. Mensen, maken er een uitdagende week van. Heel veel succes en tot volgende week. Oh. 52 weken duurzaam. We gaan het gewoon doen.